63 deelnemers bij die belofte die 7 ronden moeten afleggen. En er is die ellenlange aanloop tot ze links opdraaien en dan het veld induiken en dan de Koppenberg af eigenlijk. Dit is de eerste ronde met Gavenda, de Slovaak, die op kop gaat voor Meeuwsen. En dan is het glibberig en dan een valpartij van Eysing onder meer die daar in het decor duikelt. En dan weer die Koppenberg op met Gavenda, de Slovaak, nog altijd aan de leiding voor Meeuwsen. En dan hier verderop vierde positie Bastaan Jim Arnouds is nog een landgenoot die goed mee is. En dan een lekke band voor Nesvadba. Dat is de winnaar van vorig jaar. Zijn koers zit er op die manier op. Tenminste zijn kansen op een goede klassering. Hier gaat Gavenda los. En dan ziet Meeuwsen de Slovaak rijden. Arnouds riposteert. Bastaans zit hier nog altijd goed mee in vierde positie. Sepanjak, de Pool, rijdt een goede wedstrijd. En dit is Jan de Nieuwelaar, de ex-motorcrosser. Revelatie vorig jaar. Een van de coming men, de betere Belgische beloften. Nog altijd Meeuwsen en Gavenda aan de leiding. Arnouds die de twee leiders ziet rijden. Sepanjak in het wiel. En dan valpartij hier van Bastaans, de Belgische kampioen, die daar een lelijke tuimelperte maakt. En dan gaan we de laatste ronde induiken met Gavenda en Arnouds. Dan liggen ze met z'n vieren op een zakdoek als het ware. Sepanjak probeert naar de twee leiders te rijden. De Nieuwelaar in vierde positie, net voor we een laatste keer over die Koppenberg gaan stormen met Gavenda, die echt een berensterke koers rijdt. Kijk hier, Gavenda die alles openbreekt en die hier een kloofje slaat, dat beslissend kan zijn. Arnouds draait het veld in. Sepanjak derde positie. Gavenda zit dan op het tweede onverharde gedeelte de inspanning verder. En kijk ook naar de remonte van de Nieuwelaar. De Nieuwelaar die heel sterk komt opzetten, maar hij komt te laat. Want deze man van Telenet Fidea, Robert Gavenda, de Slovaak, wint de wedstrijd voor belofte op de Koppenberg. En een heel tevreden Jan de Nieuwelaar wordt tweede voor rendement hypo. Knappe prestatie voor de man uit de rendement hypo ploeg. Dus hier Sepanjak, de Pool van Baboco Revor. Hij wordt derde en vervolledigt het podium bij de belofte. Jim Arnouds is vierde geworden op een half minuutje boden vijfde. De vrouwen dan met wereldkampioene Vos die de Koppenberg opstormt. Het veld induikt, de Belgische kampioene. Joyce van der Beken is hier nog goed mee. En dan twee leidsters met Havlíková, de Tsjechische. En dan zien we ook de wereldkampioene die mee is. Dit zijn dan de eerste achtervolgers met Wyman en Van Paassen. En dan de valpartij van Sanne Kant. Schuiver zonder erg gelukkig. En dan Havlíková solo. Havlíková solo, wat is er gebeurd? Vos is lek gereden, lek achteraan. En dan moet ze de Koppenberg oplopen. Wat een ondankbare taak voor de wereldkampioene die dan boven komt en die dan geen reservefiets ziet wachten. Dan moet er nog een wiel gewisseld worden ook. En op die manier zijn haar kansen op een goede klassering natuurlijk gaan vliegen. En dan ronde verder, zelfde beeld, zelfde plek. Weer is ze lek gereden en weer moet ze die Koppenberg oplopen. Marianne Vos, en dan wordt ze gedubbeld. Dat is hier zo net gebeurd door Havlíková. Wat een toestanden. En dan staat er wel een reservefiets klaar, maar dan is het over en out. Een goede uitslag, mag ze vergeten. We luisteren naar haar relaas. Marianne Vos, dat deed ons bijzonder veel hartzeer om te zien wat er hier met jou gebeurde. Ja, het deed mij ook wel pijn. Koppenberg is toch een van de mooiste crossen van het jaar. En dan wil je natuurlijk wel jezelf laten zien. Ik zat er ook goed bij met de start en ik moest een beetje van achter starten, maar dat ging goed. Nou ja, goed, de eerste keer lek en dat was op een ongunstig moment. Maar ik denk, ja, ik ga door. Kijk wel waar ik uitkom, maar toen de volgende ronde precies op hetzelfde moment weer lek. En toen werd ik al gedubbeld en moest ik uit koers. Knap van je eigenlijk dat je na die eerste lekke band toch nog aan de voet van die Koppenberg doorloopt. Want eigenlijk wist je toch, dat heeft geen zin meer. Nee, maar ja goed, ik ben toch hier en ik weet dat mijn fiets boven staat. Dat is nog wel een end, maar ik probeer er nog het beste van te maken. Maar die tweede keer lek was toch te veel. Hoe kom jij deze periode nu door met het faillissement van jouw sponsor DSB Bank? Ik weet het is geen originele vraag, maar we moeten het stellen natuurlijk. Ja, goed, dat is natuurlijk heel vervelend, maar wij hebben er op zich met de ploeg en ik persoonlijk weinig last van. We zouden al, of het contract liep al af, dus we waren al op zoek naar een nieuwe sponsor. En dat is eigenlijk nog steeds hetzelfde.
we kunnen gewoon het seizoen goed afmaken met genoeg middelen. Dankjewel. De vrouwen werken 6 ronden af en na die 6 ronden is deze Pavla Havlikova de allersterkste. Zij wint de Koppenberg voor de vrouwen op 41 seconden, gevolgd door deze Helen Wyman die mooi tweede wordt. En dan een verrassende derde, Sophie de Boer is voorbij Elaman zijn kant gegaan en wordt derde op 1:02. Mooie prestatie van deze Nederlandse van 18 jaar. Ze koerst nog maar 2 jaar, ze komt uit Enschede en ze staat dan nu mooi te pronken rechts in beeld op het podium naast de winnares Havlikova die dus wint voor Wyman. Elemans vierde op 1:16, Kant vijfde op 2 minuten en Joyce van der Beek, de Belgische kampioene, zesde. Dat is het verdict bij de vrouwen. En ze zijn vertrokken. Ze zijn weg. Achteruit, toeschouwer. Wie volgt Sven Nys op de eerlijst? En anders dan bij de categorieën lijkt het hier een start met een beetje de handrem op. Dat is de wind. Van Nuffel daarvan profiteren, kijk. Van Nuffel met de kopstart voor Rob Peters. Mouret, derde positie. Dan zien we Nys die opschuift naar de vijfde positie. Ja, heel interessant. Ook Thijs van Amerong, goede start van de man van Vacances Soleil. En Van Nuffel die stevig doortrekt. En nu komen ze, kijk, voilà. Het tweede gedeelte, een tweede spurt naar dat veld. Ook Page zit daarvoor in te brokkelen. De wereldkampioen Albert buitenkant weg en dan naar die bocht. Met z'n allen de trechter in komen ze er allemaal goed door. Ze komen er allemaal goed door. Het is Rob Peters die als eerste het veld is ingedoken. Met Fransoy ook prominent in beeld. In zijn tricolore trui van Liquigas ploegde hij verlaat op het einde van dit jaar. Ja. Walsleben, de Duitse kampioen, ook nog vrij goed gepositioneerd. Zo zijn ze vertrokken. Dan gaan we naar de Voszone. Ze zijn er rustig aan begonnen, de renners. Dus in de start ook al onmiddellijk te merken dat de wind echt in het nadeel stond. Dus en, het vervolg is overduidelijk. Ze hebben dus wel echt wel wat bang van de Koppenberg. Ja, dus, kijk hier ja, ook. Nooit gezien. Dus, tactisch gepoker. Jongens, ja. Dit is de eerste ronde van een internationale cross. En het peloton laat begaan. Ja, normaal zijn ze opgewonden zoals een klein veertje en worden ze weggeschoten. Maar nu, de Koppenberg zorgt altijd voor ja, het gevaar van gaan we hier niet de klop van de hamer krijgen. 300 meter kassei en die zijn begonnen met Lask op kop. De boomlange Tsjech van Telenet Fidea. Stibar zit in tweede positie. Tsjech gebogen op dit moment. En daar komt Van Amerongen nu opzetten. Thijs van Amerongen. En Vervecke. Erwin Vervecke met de zwarte trui. Liquigas vertegenwoordigd met Fransoy, Walsleben. Goeie start. Pas zijn tweede wedstrijd van het seizoen. Vorige week tweede geworden in een kleinere wedstrijd in Duitsland. Stibar draait als eerste af het veld in. Nijs in het pak en dat is wel wat drummen. Een aantal renners die voet uit de klikpedaal moeten halen. Onder meer van Toen. Albert. Helemaal vast. Hij zit daar vast in de omheining. Met zijn stuurstang aan een lint. Ja. En kijk, in pakweg op ja, nog een stuk of 3-4 zijn erachter. Helemaal achteraan nu de wereldkampioen. Een rampstart. Jongens, wat steekt hij daar nu toch uit? Dus hij was zo op zijn gemak. Hij heeft niet willen meespelen. Hij heeft van tactiek willen veranderen. Van ik ga hier niet de eerste ronde ervan door. Wat gebeurt er dan? Ja, ze zetten hem daar helemaal in de zak. Dus nog eens kijken. Kijk, ja. Daar heeft hij voet aan de grond moeten zetten. En dan krijgt hij een duwtje. Een duwtje van ja, nog iemand die ook weer geduwd werd. En op die manier zit hij dan tegen zijn wil in natuurlijk vast in dat lint. En dat kost heel veel seconden. En het hele pak gaat er voorbij. En dan is er nog een renner of 3-4 die achter de wereldkampioen komen. En hij moet helemaal vanuit de achtergrond van deze koers proberen nog iets te maken van deze Koppenberg. Jongens. Ja, dat wordt mooi om naar te kijken natuurlijk. Dus hij zal wel geprikkeld zijn. Hè? Dus het gaat niet lang meer duren. Dus aan de kant nu. Laat ons nog eens kijken vanuit deze hoek hier. Daar is het al gebeurd. En dan hier de frustratie. En dan ja, zal Willy Nasus de volle lading krijgen en de publiciteit. Maar goed, dat hoort erbij natuurlijk. Het decor moet er als renner niet in geraken. Ja, het begon eigenlijk met Sven van Toerenhout. Dus hij moest voet aan de grond zetten. Dus maar in principe moest hij daar niet zitten. Dus hij moest... Kijk, hij redt alles voorbij. Hè? Hij schuift er ongelooflijk op. Hij heeft al de helft van het pak te grazen. Hij zit nu in het wiel van Tom van den Bos. Ja. Quentin Berthollet van Telenet Fidea in de slipstream van de wereldkampioen. Voor heel even dan. Hier komt hij. Niels Albert. Ja. De Remonte. Soetus is de man in het blauw daar. Hij zit in het spoor van de Zwitserse kampioen Hoyle nu. Hij is het dus echt wel verplicht van op de moeilijke stroken te doen. Dus dat wil zeggen bergop. Want bergaf kan hij ja, er ook niet veel voorbij rijden. Dus iedereen kan wel bergaf rijden. Zeker de cyclocrossers. Ja, 20e positie. Hij is zeker nog niet voorbij gekomen. Toch zeker een man of 20 daarvoor hem. En de aanmoedigingen voor Albert.
Het is nog helemaal overboord in een lastige wedstrijd niet. Zoals deze Koppenberg er uiteindelijk eentje is. Dit zijn de leiders, jawel. Ja, met Frans Hoy. Er is totaal nog niks gebeurd. Dus als je ziet wie dat er hier nu vooraan rijdt. Dus het nummer... Marco Bianco. Ja, Bianco. Dat is niet, twee Italianen. Ik zal niet zeggen, een van de mindere van het pak. Dus, maar dit is niet logisch. Dus ook Nijs is niet echt heel goed uit de startblokken gekomen. Nog altijd wachten. Hier is hij in het wiel van Rob Peters. En Arnouds die hier aan de buitenkant jong leert. 12e positie Nijs en dan hier de wereldkampioen door het beeld gegleden. Het is een kwestie van nu één ronde recht blijven. Dus Nijs rijdt amper 10 plaatsen voor hem. Dus totaal niks gebeurd, ook al is er al heel veel te zien geweest. Ja, en twee Italianen op kop. Hier komt Stibar met Van Amerongen, met verderop Pauls, met Moure, met Van Tornhout, met Peters. Met Peters die dan de weg vrijmaakt voor zijn ploegmakker Nijs. We wachten op de wereldkampioen. Hier is de wereldkampioen, voorbij Dlask. Ja, hij zit in 20e positie nu, maar hij heeft al een heel pak posities goed gemaakt. Ze waren met 38. Ik denk dat hij in ongeveer 34e positie vertrokken is. Ja, dan moeten er nog volgens mij nog een stuk of 4, 5 achter gekomen hebben. Dus, maar hij was dus weg. Echt, echt bij de laatste weg helemaal. En Rico Frans Hoy maakt publiciteit voor zichzelf. Zoekt nog een ploeg voor volgend jaar. Hij leek op weg naar Katusha. Werd later in gesprek gemeld met Telenet Fidea, maar daar is voorlopig nog niks uitgekomen. Hij heeft ook geen ploeg voor 2010. Maar hij ligt op kop in deze Koppenbergcross. Ja, en Nijs laat zich ook niet vangen. Dus ook door die slechte start van Albert zou je zeggen van Nijs gaat er maar een keer tegenaan. Maar die kent het gevaar van de Koppenberg te vroeg eraan beginnen. Het kan eigenlijk drastisch keren. Dus je moet rustig te werk gaan op de Koppenberg. Marco Bianco, nog een Italiaan in twee. Dat is een renner die we kennen uit het mountainbiken. Stibar derde, Van Amerongen vierde. En dan zoeken we en vinden we Nijs. En is dat Albert die al in het wiel van Nijs zat? Jawel hoor. Hij is daar hier zit hij pas. Hier is hij door de pas. En Christophe. 21e positie voor Niels Albert. Het verschil tussen de kop in de koers en Albert, de wereldkampioen, toch maar liefst 19 seconden. Dat is heel wat. We gaan eens even proberen of de manager Christophe Roodhoofd even kan reageren. Pech gehad, Christophe, in de start. Je hebt het niet gezien uiteraard, maar heeft het nogal eens geflikt, hè? Uit geslagen positie terugkomen. Ja, ik vind die achterstand die Niels nu heeft, is volgens mij niet echt een geslagen positie. Het stuk op de weg is volledig wind op de kop. Ik denk niet dat dat een probleem is. Ja, want dan gaat het inderdaad een beetje stilvallen, mannen, aan de aankomst. Jullie hebben dat kunnen zien. En we zien het inderdaad. En we zien dat het versnipperde veld nog altijd niet helemaal bij de lurven gevat is. Wat, dat kan ook moeilijk anders natuurlijk. Albert die serieus zal moeten uitpakken bij de tweede passage over de Koppenberg. Hij zit in een aparte positie. Ook vorige week zondag in Pilsen miste hij zijn start. Maar dat was een heel ander parcours. Daar was corrigeren pak makkelijker. Ja, ze zijn hem toch aan het opwachten. Dus de ploegmaat zitten te kijken rondom hem. Om te kijken waar Albert is. En ze zijn er nu mee naar voren aan het rijden. En dat is... Met Simonek en Dieter van Tornhout. Met een dozijn zitten ze daar ongeveer in de kopgroepen. Rondje 5,59. Achter de rug gemiddeld 27. Knap ploegwerk. Met drie man zijn ze aan het rijden. Nou, dat is goed bekeken. Hier zijn ze. Ja, ja, ja. Walsleben. Nou wel, ook een van dezelfde ploeg natuurlijk. Hè. BKCP Power Plus. En Albert die nu de sprong gaat wagen. Van Amerongen zit daar ook nog altijd goed voor in de kopgroep. Thijs Van Amerongen van Vacan Soleil Mouret. De Fransman hier rechts. Nijs die naar het wiel van Mouret springt. Klaas van Tornhout centraal in beeld. Stibar die misschien naar de leiding gaat. Nee, het is Frans Hoy. Frans Hoy voor Van Tornhout, Stibar. En dan zit Albert in de kopgroep. Ja, de grootste sprong heeft hij. Dus daar gaat niemand nog rekening mee kunnen maken of mee houden. Dus hij is gesprongen van 40 naar 12 of zoiets. Frans Hoy, Verstibar, Van Tornhout, Nijs, Moure, Van Amerongen, Pauls. Dan zagen we Simonek vervekken voor de wereldkampioen Dieter van Toerenhout. Tempo omhoog nu met Stibar. Nou, Albert heeft de zaak alweer rechtgezet en dat in een ronde eigenlijk. Ja, 7 minuten heeft hem dus wel uit de pijp moeten komen. Hè. Dus dat is zware kost. Dus hij wou echt het geweer wel van schouderen veranderen. Dus, maar daar is geen sprake van. Hij heeft alweer moeten koersen van de eerste minuut. 10e positie nu voor de wereldkampioen.
Ter vergelijking, de snelste ronde bij de dames van daarnet was 6,57. Een gemiddelde van 23,3. En de profs doen het dus in 5,59. Dat is een minuutje sneller dan dat gemiddelde van 27. Dus Van Tornhout nu de nieuwe leider voor Stibar. En dan Nijs. En Van Amerongen betaalt daar nu de tol. Hij is daar een beetje doorgezakt. Pauwels voorbij Van Amerongen gegaan. En Scheurtjes hier in de kopgroep. Met zijn vijven dan. Pauwels moet dat gaatje dichtrijden. En hier de wereldkampioen die even probeert te verpozen. Wat heet verpozen? Rits gaat open bij Simonek. Ja. Albert, de verbijnde aandeel van Sven Nijs. Sven Nijs die er vandoor gaat. Het is zover. En Albert die net op dat moment probeerde om terug te keren. En Nijs die de rol omdraait. Ideale moment van Nijs. De slechtste moment van die demarrage is eigenlijk voor Albert. Hè. Dus hij was aan het terugkomen, was al heel diep aan het gaan. En wie gaat er nu nog net die moment als de aansluiting nabij is? Nijs. Mooi gezien van Nijs. Ja, Albert die dan nu geïsoleerd zit in de achtervolging op Pauwels onder meer. Gelukkig kan hij nu herstellen, want de afdaling is eraan, komt eraan. Dus met z'n vieren nu. Nijs, Stibar, Van Tornhout. En de vierde man is Moeren. Ja, Nijs gaat nu zeker niet wachten. Hè. Die gaat zich naar beneden smijten als geen ander. Fransoy in vijfde stelling, Pauwels zesde. En zevende op dit moment, Niels Albert. Maar hij komt van 34e positie. Chic gedaan van Nijs. Helemaal van buiten, helemaal dan naar binnen gedraaid. Kijk wat er gebeurt als je beneden geraakt. Is heel gevaarlijk daar. Spiegelglad. Het is er ook meer mos dan gras. Dan Nijs die daar geen risico schuwt. En die de afdaling volneemt. En kent hij natuurlijk ook als zijn broekzak. De keizer van de Koppenberg, moeten we zeggen, Sven Nijs met die 6 overwinningen. 5 op een rij. Fransoy en Pauwels, de eerste achtervolgers op het kopgroepje. En Albert die op het punt staat om aansluiting te krijgen met die twee. Kijk, nog een tussenspurtje eruit persen voor ze naar de tweede materiaalzone gaan. En Klaas van Tornhout houdt woord. Hij wou meespelen vandaag, hij wou mee zijn met de beste. En wie hangt er hier op de derde plaats? Ja, Klaas van Tornhout. Nijs kijkt achterom, meet de schade op. Fransoy en Pauwels zijn de eerste achtervolgers en Albert gaat nu aansluiten, Christophe. Inderdaad, 8 seconden het verschil tussen de kop van de koers en de wereldkampioen die net voor het oprijden dadelijk van de aankomststrook weer gaat kunnen aansluiten, denk ik. Wat moeten we nog zeggen? Het zware weer is overgewaaid op dit ogenblik. Het klaart weer een beetje op. En misschien een vraag voor Paul. Die afdaling hier van de Koppenberg, is die vergelijkbaar met die van de Balenberg? Daar kun je toch wel een klein beetje het vergelijk mee maken. Dus, maar hier is het echt wel schuiven tot en met. Dus het komt in de buurt. Is er nog altijd niet bij, Albert. Het heeft heel wat moeite gekost. Maar nu in de materiaalzone is het bijna een feit. En wat gebeurt hier voorin? Gaan ze wat pokeren? Wat gaat er gebeuren wanneer ze op de weg komen met die wind op kop natuurlijk? Dat kan in het voordeel zijn van Albert. Dat wordt zijn redding. Absoluut, absoluut. Als hij maar een klein beetje kan dichter schuiven. Ja, het is in orde, dus het gaat stilvallen nu binnen de kortste keren. Hij is te dicht. Nijs gaat zich daar niet laten aanvangen om nu het spel helemaal in gang te trekken nog maar eens. Nou, Stibar dan. Spurtje. Hou in de oog, de spurten. Dikke punten te verdienen. 3 punten voor de eerste na 2 ronden. En Nijs gaat die pakken. Jawel hoor, hij verslaat Stibar. 2 punten voor Stibar en dan het resterende punt is voor Van Tornhout. En dat is eigenlijk, ja, kijk, hoofdschuddende wereldkampioen. Dat is natuurlijk een streep door zijn rekening. Ja, natuurlijk. Komt er daarbij. Dus Nijs schuift nu direct 3 dikke, vette punten dichter. En dat zien hem. Jongen, ziet hem met zijn hoofd schudden. Ja, dat betekent dat Nijs nu op 25 punten staat op 3 punten van Albert. En dan is de strijd om de eindzege in deze Gazette van Antwerpen weer helemaal open. Het zal nu wel echt wel gaan stilvallen. Ze zijn heel diep geweest, dus het zal wel echt stilvallen. Hier nog eens het hoofdschudden van de wereldkampioen. Een symbolisch beeld voor de eerste... Aha, eentje weg. Strebbles. Stibar er vandoor. En daarna ligt het stil. Het blok erop. 6-0-1 is de tijd van de voorbije ronde. Hij zit al in tweede positie. Hè? In zijn gat gebeten natuurlijk. Albert. Hij zit daar een beetje te prutsen aan zijn truitje. Nochtans geen radio in het veld rijden. Nou ja, maar ja, het is nu echt wel gokken. Hè? Dus elkaar een klein beetje uitdagen, loeren. Zeggen, red jij dat maar dicht, hè, jongens. Ik ben al van zo ver gekomen. Dus je gaat toch niet verlangen dat ik nog eens dat gat ga dichten. Stibar
geeft het volle pond. Hè. Hij gaat het nog eens proberen. Vorige week in Pilsen, fantastische koers gereden. Komt daar een ploegmaat voorbij gestormd? Ja, ja, Simonek. Simonek is dat. Simonek. Er gaan in totaal 10 ronden afgelegd worden. Dus bij de volgende doortocht nog 7 rondes. Simonek gaat hem lanceren. Albert al in tweede positie voorbij. Die vermalendijde plek. Het zal misschien maar een fait divers blijven nadien, na afloop. Ja. Maar zover zijn we nog niet hoor. Hij gaat solo in de achtervolging. Niels Albert, de wereldkampioen, met de inspanning. Simonek al kwijt. Het was een truc van Simonek. Dus hetgeen dat hij nog kon doen is enkel het gaatje nog laten om Albert al te laten vertrekken. Maar Klaas van Tornhout had het begrepen. Dus onmiddellijk voorbij Simonek. En waar is Nijs nu? Nijs zit ver. Albert met de bonus nu tegenover de Belgische kampioen. Dat was het duel dat we vooraf verwachten. Maar het is weer Stibar tegen Albert. Daar is hem, Nijs. Schuift nu naar het wiel van Franzoy. Het was dan ook een echt spurtje. Dus dat kost wel krachten zoiets. Je ziet dat niet veel. Dat is ook de bedoeling van die spurt. Dat er renners er echt voor gaan. En dat was nu wel het geval. Want er was er wel meer dan eentje dat eigenlijk meedeed of interesse had in die spurt. Ja, het gebeurt niet altijd, hè? Nee. Stibar trekt alle registers open. En Albert heeft nog geen moment van verpozing gekend in deze Koppenbergveldrit. Nijs wacht daar voorlopig in dat groepje achtervolgers waarin ook dus Arnouts en de Knecht zitten de debatten af. Hij gaat nu zelf de forcing voeren. Mouret, de Fransman, wipt gezwind mee. En hier Stibar nog eens. En Stibar, mooi om te zien. Maar kijk ook naar de kracht van Niels Albert. Gezien wat gezien. Dus hij is weer heel, heel sterk. Albert, dus de manier op waar hij het gat gedicht heeft van 40ste positie, zeg maar, van naar voren schieten. Nu ook weer het gat dichten op Stibar. Daar zit kracht achter. Ja, maar Stibar is toch ook sterk hoor. Kijk, hij rijdt daar niet zomaar naartoe. Albert kijkt daar even naar Van Tornhout. Ja, verbazende Klaas Van Tornhout. Heel, heel goed. Nijs krijgt hier toch al wat seconden aan de broek. Tja, dat is een slecht moment. In principe zou Nijs toch mee moeten schuiven hebben met Albert. En dat is niet gebeurd. Dus dat is geen goed teken. We gaan naar de vorming van een koptrio, zeg maar. We hebben dat eigenlijk al. Want het is klassiek op de Koppenberg in die afdaling dat er een paar meter tussen zit, tussen de renners. Dat is ook aangewezen. Kijk hoe snel een slipper kan gebeuren. En Nijs toch wat weggereden van de rest met zijn drieën hier. Het is 3-3. Dat is 12 seconden de achterstand voor Nijs, Mouret en Pauwels. Ja, dat is Mouret. Goeie secondjes, 12 seconden nu al. Dat is een goed teken. Stibar kijkt achterom. Daar is hem weer, hoor. Jawel, Zdeněk. Het is niet te ontkomen. Albert zit erbij. Van Tornhout heeft nog wat meer tijd nodig om erbij te geraken. Daar de VIP-ruimte op de achtergrond. Café Trofee. Wordt elk jaar groter. Net als de GVA-trofee, zeg maar. Drie leiders. Het is een feit. Stibar kijkt achterom. De wereldkampioen hangt in het wiel. Even de neus reinigen. Van Tornhout bij de twee tenoren, zeg maar. Ja. Als hij het niet zou doen, zou Nijs binnen de kortste keren kunnen aansluiten. Dus, maar zover laat Albert het niet komen natuurlijk. Daar heeft hij te veel werk voor verzet om dit eigenlijk zomaar in de weegschaal te gooien. Het is droog op dit moment. De wind is weer wat gaan liggen. Wanneer we kijken naar de vlag niet buiten. En dan gaat Albert toch weer demareren, versnellen. Op een plek waar je dat niet meteen verwacht. Het tempo hoog houden. We zijn op weg naar de materiaalzone beneden. Hier dus. Ja. Uitkijken natuurlijk. Of Nijs wat zich, dichter geslopen. Ja, zomaar gaan laten afdrogen op zijn cross de Koppenberg. Nog 7 ronden wanneer ze zo meteen voorbij komen. En gaat het nu stilvallen op de weg? Andere situatie dan een ronde eerder natuurlijk, zonder spurt. In principe kan dat niet. Hè. Ze zijn met 3 man, dus als ze elkaar een klein beetje verstaan. Ronddraaien, vraagt de Albert, maar dat gebeurt niet. Ja, en Stibar zou ook eventueel mee kunnen werken. Albert houdt de benen wat stiller. Kijk, en weer dat hoofd schudden.
En achterom kijken, situatie opmeten. Albert die inwendig vloekt. Ja, maar dat is ook logisch. Hè. Dus, dat ze al het werk op zijn schouders laten. Dus hij is de wereldkampioen. Nijsmoeren en Pauwels op een achttal seconden. Dan hier Arnoud Fransoy de Knecht. Wat verderop. En dan nog één man daarachter, dat is Radomir Šimunek. Hij heeft alle koersen al gedomineerd. Dus iedereen van het kasken naar de muur gereden. Ja, dus overpakken van hem kan evengoed garantie zijn om een paar honderd meters verder eraf gereden te worden. Rondje 6.08 achter de rug. Gemiddeld 26.4. Traagste ronde tot nu toe die we gezien hebben. Deze strook overigens daarnet. Daar reed Marianne Vos tot twee keer toe lek in de vrouwencross. En dat had te maken met een onorthodox obstakel, Paul. Ja, we zijn daar naar gaan kijken. Dus, want het was niet logisch dat daar iedereen zomaar lek reed. Dus, en dat is echt het nadeel van de cross. Dus dat hoeft niemand te overkomen. Op onderzoek getrokken. Dus, en hetgeen dat er boven gekomen is, is eigenlijk een glasscherf die daar dus een klein beetje boven gekomen was. Door heel veel erover te rijden was die zichtbaar geworden. Dus en iedereen reed daar lek. Je hebt die hoogstpersoonlijk eruit getrokken. Ik kan het niet goed verdragen dat er renners eigenlijk plat rijden. Dus een tube kost heel veel geld en dan is het eigenlijk een droevig verhaal dat je zo ver afzakt naar een van de mooiste crossen van het jaar om hier komen lek te rijden. Op de kasseien, Christophe. Met Albert, die trekt nog eens door, zoals in Pilsen vorige week aan de aankomststrook. Stibar in dat wiel, hoor het applaus van de supporters. Duizenden hier met Klaas van Toornhout in het wiel, dan draaien ze rechtop. Nauwelijks een seconde of twee verschil. Hier komt Nijs met Mouret in het wiel en Kevin Powell sluit de rij. Dan moeten we al even wachten op Arnouds, op Fransoy en Gerben de Knecht. Maar toch weer datzelfde beeld als vorig weekend. Bergop is het Albert die de forsing voert, die daar de grote molen draait, hoor. Maar het is een fantastische wedstrijd. Dat staat buiten kijf. We zijn in de vierde ronde en alles ligt nog op een zakdoek bijeen. Ja. Compleet andere koersomstandigheden dan vorig jaar toen hier de hel losbarstte. De Koppenberg is bereidbaar. Ja, hou me je nu maar vast, want nu gaat het wel echt gaan gebeuren. Dus Albert krijgt nu de strook die dat hem heel goed aan kan, waar hij eigenlijk een beetje sterker is dan de rest. Dus bergop, dus daar heeft hem zijn patent op genomen. In principe moet het daar dan gaan gebeuren. Dus, maar hij laat het niet toe om Nijs zomaar terug te komen. Hij zit nog altijd niet echt op het wiel. Dat is juist. Maar met wat goede wil zou je kunnen zeggen zes leiders. Maar hier komt dat moment dus. Hier komt die strook. En kijk naar de inspanning bij Albert. Maar kijk ook naar de kracht die Nijs uitstraalt. Ja, andere stijl. En Stibar goed mee. Ja, van Toornhout die daar toch een lengte of twee, drie moet laten. Dat is niet goed. Als je achteruit kijkt, dat is een veeg teken. Dus typisch aan renners die dat beginnen achteruit te loeren, zijn niet meer gerust. Dan breekt het dikwijls, maar het is zover nog niet. Ja, Albert en Stibar zo goed als zij aan zij. Hier van Toornhout met Nijs, met Mouret. Een beter moment van Nijs nu weer. Ja, Nijs die voorbij van Toornhout gaat. Jawel hoor. Dat is goed. Als je lef hebt en dat je de kracht nog hebt om in volle bergop er nog over te gaan. Dus dat is een heel, heel goed teken weer. Pure interval en van Toornhout heeft ze dus moeten laten rijden. En Nijs probeert er nu naartoe te rijden naar Albert en Stibar die boven zijn. Door de post. Pauwels bekijkt het van op een dichte afstand. Op een Pauwels manier. En vorige week knap vierde geworden, net naast het podium gevallen, Kevin Pauwels. Van wie Niels Albert gezegd heeft, wanneer Pauwels in orde is, dan is hij even goed als ik. Ja. Albert last weinig veiligheidsmarge in, dus met twee voeten in het klikpedaal. Daar mag niks gebeuren of hij komt lelijk ten val. Maar toch 6 seconden achterstand voor Nijs daar op dat punt. Kijk, Klaas van Toornhout doet dat net iets anders. Pauwels ook. Die mannen kunnen nog een klein beetje herstellen. Dus maar Albert zeker van zijn stuk. De wereld en de Tsjechische kampioen. Ja. Stond iets te klein. Stibar moest een klein beetje bijpeddelen. Dus normaal gezien, als je de kans hebt, vlug groter schakelen. Want dat gaat razendsnel in de afdaling van de Koppenberg. Een seconde of 5. Meer is het verschil nog niet tussen de twee leiders en achtervolger Nijs. Maar Albert is daar toch een paar meter aan het wegsmokkelen van Stibar. Ja, Nijs geeft toch niet af. Albert doet er natuurlijk alles aan nu. Zes seconden. Ja, zo meteen op het asfalt. Wat gaat de wereldkampioen dan doen?
Dit is die tussenstrook. Gelukkig is hier het asfalt een klein beetje opgedroogd. Dus hier hebben we Vincent Bastaan zien vallen. Hard zien vallen tegen de Nadars. We zijn op weg naar het einde van de vierde ronde. Het tempo gaat nog maar eens een keer omhoog. Hè. Dus Nijs geraakt moeilijk op het wiel. Dus al een hele post van verschil nu. Ja. En verliest daar terrein op een strook waar hij dat niet meteen verwacht. Ja, komt er ook nog die heel zware strook richting finish aan. Dus pal de wind op de kop. En hij staat er helemaal alleen voor op Nijs. Dus man tegen man. Vorig jaar werd Albert derde. Toen op 42 seconden van Nijs, die won ondanks een vingerblessure. Boom werd toen tweede na een fantastisch duel op 5 seconden. Oppassen Niels, het is niet gedaan. Hij hoeft er niet direct af. De Koppenberg wacht op u. Hij beseft dat ook, hè. Ja. Hij houdt in die laatste strook, maar hij heeft toch stevig doorgetrokken, hoor. Jawel, hij heeft doorgetrokken, dus maar hij moet wel beseffen dat dat Bergske, zeg maar Berg eigenlijk, staat te wachten. 10 seconden de achterstand voor Nijs. Hier komt Moeret op 15. Pauwels dan in vijfde stelling van Tornhout teruggezakt naar de zesde plaats. Arnouts is zevende. En daar verderop zien we ook nog Fransoy en de Knecht als achtste en negende. We hebben de snelste ronde tot nu toe achter de rug. Dat zegt veel. Rondje 5,52, gemiddelde van 27,6. En het zegt veel over de manier waarop Albert de wedstrijd nu in handen heeft genomen. Maar heeft Stibar nog altijd in de buurt, Christophe? Ja, eens vragen aan Richard Groenendaal, die ook staat te kijken naar deze cross. En dan vooral het duel tussen de twee vooraan en Sven Nys. Je kent ze zeer goed natuurlijk. Ja, ik heb er zelf nog mee gereden, maar ik denk dat Nys toch nog een keer terug gaat komen, zo te zien. Dus ik denk dat hij op zijn ervaring toch... En heeft het geluk dat Albert nog steeds niet alleen is gevallen. Dus ik denk dat Albert toch nog even twijfelt om een volle bak door te gaan, ook op het vlakken. Want dat wilde ik net vragen. Wat koop je dan met ervaring als Albert gewoon kan kiezen wanneer dat hij de andere er vanaf rijdt? Sta je toch nergens? Ja, maar Albert kan op dit moment Stibar ook niet lossen. Dus des Nijs een geluk. Oké, bedankt. Richard Groenendaal, kunnen jullie daar wat mee, mannen? Ja, absoluut. Maar wat er ook gebeurt op dit moment, dat is dat Nijs op het punt staat om aan te sluiten op de kasseien. Terwijl Albert hier nog eens de hoek omdraait. Hij is er nog altijd niet bij, maar is in elk geval weer aan het naderen. Sven Nys, Moeret vierde, Pauwels vijfde, Van Tornhout zesde, Arnouts die bijna bij Van Tornhout zit. En Albert die voelde op een bepaald moment blijkbaar Nys komen, want net op dat moment is de wereldkampioen weer gaan versnellen. Hij is er dus echt wel mee aan het spelen. Hè. Het is alsof hij voelt dat Nys tot op 1 à 2 seconden genaderd was. En nu doet hij het tempo weer de hoogte injagen. En Nys moet er weer aan geloven, voor een paar meters dan toch. Nou, hij komt er nu wel weer bij, hoor. We gaan naar een koptrio. Voilà, drie leiders. Albert kijkt achterom. Nijs er weer goed en wel bij. In de slipstream van Zdeněk Stibar. Hij gaat niet gerust zijn, hè, Albert, nu. Met Nijs die dat telkens weer komt aansluiten. Dus hij kan rapper rijden, dat is ook gebleken. Nijs laat hem gewoon wegrijden, bij wijze van spreken. Is het van moeders of van tactiek? Dus maar in ieder geval, dus de manier waarop Nijs terugkomt, kost hem eigenlijk weinig krachten. Maar nu moet hem toch wel meegaan, want het is weer van dat. Albert weer het volle pond. Ja, hij is allesbehalve economisch in de inspanning. Maar dat zorgt natuurlijk voor dit mooie, leuke wedstrijdverloop. Maar reizen ze er nu maar eens af, hè? Tja, het is toch zo'n rare manier dat hij heeft van koersen. Hè? Dus een kei mooie manier. Maar ja... Het kost zoveel krachten. Hij zou bij wijze van spreken dus kunnen wachten. Dus zijn eigen er laten afrijden, zogezegd. Nijs in het offensief laten gaan. Dat zou veel mooier zijn en veel tactischer. Dus, maar dat doet hij niet. Hij blijft altijd maar op kop sleuren en beuken. Nu heeft hij stil. Eindelijk. Pats. Hij staat stil. Jawel, hij staat stil. Surplus. Oh, en nu? En nog een armbeweging daar. En nu? Wat gaat er nu gebeuren? Ja. Stibar krijgt dan nu een... Zee van ruimte cadeau, bij manier van spreken. Nijs maakt hem helemaal nerveus. Zot. Hij moet weer gaan rijden, hè? Of hij is weg, hè? Stibar. Hè? Dus de tweede beste of de derde beste van de wereld laten vertrekken. Op deze moment, we zijn half koers. Nou, Nijs gaat nu toch... is dat aan het pokeren? Hij rijdt niet, hè? De vraag is of dat eigenlijk koersen is. Hè? Het kan even goed zijn...
dat hij voelt, ik kan hier niet winnen en ik ga eigenlijk Albert in het verlies jagen nu. Maar voor de veelwinnaar die Nijs is geweest, zou dat straf zijn. Hier nog eens dat moment, hè. Kijk, we zijn bijna boven en dan gaat Stibar overnemen en dan hier de armbeweging en ja, een soort beweging van frustratie bij Albert, of wat was het? Moeilijk te zeggen. Je moet wel met alles rekening houden nu. Hè. Dus maar nu gaat Nijs toch het tempo terug omhoog jagen. Maar goed ook. Het zou droevig zijn moesten die twee tegen elkaar gaan rijden. Dus nee. Het is in orde. Stibar. Zet hij de Vlamingen een neus. Dat is Deniak Stibar uit Stribro. Maar hij woont in Essen, dat weet u ondertussen. Ga niet door, Stibar. Nadenken. Ook een klein beetje terugzakken. Nou, ook Stibar ziet het onzinnige in van zijn onderneming op dit moment. Ja. Want stel dat Nijs door het dat gepoker hem iets meer ruimte had kunnen laten... Ja. Of dat wel later op de koers gebeurt. Hè. Dus, want er komen nog rondes. Dus het is tenslotte nog maar half koers als dit in de voorlaatste ronde gebeurt. Of zelfs in de laatste ronde. Dat zou voldoende zijn voor Stibar. Hè, want dan kan je wel rijden tot aan de meet. Dat klopt wat je zegt. We zijn bijna half koers, zo meteen bij het overschrijden van de streep nu. Het beekje door. En de Koppenberg droogt weer op. Na de regen van gisteren, ik schat een litertje of 7 is er over gegaan. Dat zorgt voor een wat vettiger ondergrond. Maar het is niet de loopgravenoorlog die we vorig jaar hier konden bewonderen. Toen Nijs als een... het was erger dan een mijnwerker hier aan de streep kwam. Met een trui die onherkenbare publiciteit droeg toen. Moerij. Ja, kijk. Ja. Korte beentjes, maar op zijn kousjes komt hij terug. Zonder één trap te doen. We zijn meer dan een half uur ver in deze prachtige wedstrijd op de Koppenberg. En we gaan naar een kopgroep van 4. Ja. Moeré, die een factor lijkt te gaan worden dit seizoen. Ja, maar voorlopig hebben we van mannen die dat al 3-4 keren gelost zijn nog altijd geen bang. Dus zal hem nog overkomen, deze cross. Pauwels, Arnouts en Van Tornhout volgen op een seconde of 15 na de langzaamste ronde uit deze wedstrijd. Rondje 6:23. En dat heeft natuurlijk te maken met het tactische steekspel tussen de tenoren. Rondje was gemiddeld 25,3 snel. Op een halve minuut hier François in de Knecht. En dan daarachter nog een ruim pelotonnetje met walslepen dan nog altijd bij de Duitse kampioen. Bij zijn entree ook Sven van Toerenhout in dat groepje. We zien de Pol Gilles. We zien Dieter van Toerenhout Vervecken. We zien Page. Dat is op 47 seconden. Bianco zat ook in dat groepje. Ook Eddie van IJzendoorn van Adrinks zat erin. Ja, de Nederlanders op dit moment geen hoofdrol in de veldritsport. In die groep zaten ze met 9. Richard Groenendaal, de ploegleider van Adrinks, had het er afgelopen week nog over in een interview. Op dit moment is het veldrijden in Nederland zo goed als dood. Bij deze dus nog één keer, Paul. Lars Boom komt terug. Ja, hij zit diep bij jou, Lars Boom. Waarom rijdt hij het WK niet? Hij heeft dat niet opgenomen in zijn planning. Maar als je dan toch een koers of 5 gaat rijden, ja, dan moet hij het WK erbij nemen als je het mij vraagt. Ja, maar misschien dat het parcours dus op zijn lijf zou geschreven geweest zijn. Dus hij weet ook, Lars is een van de slimste renners in het hele peloton. Dus en dan spreek ik zelfs over de weg en al. Dat hij toch wel weet dat hij waarschijnlijk op een ijspiste moet gaan rijden. En ja, dat zou dus echt heel dom zijn, moest hij daar zijn wegseizoen helemaal gaan verprutsen. Ja, maar dat weet je niet op voorhand natuurlijk, hoe de weersomstandigheden daar zullen zijn in Tsjechië. Dat kan ook regen en drassig zijn. Ja, maar het is toch dikwijls wel een graad of 5-6 kouder dan bij ons. Ja, dat is waar. Nijs op kop voor Albert Stibar en Moeré. Moeré, die al blij is dat hij daar zit. Het ligt stil ondertussen. Er gaan er nog komen. En ja, daar zijn ze. Ja. Een trio op komst met Van Tornhout, Pauwels. En Bartje Arnouts. Ook een gedubbelde renner daar. Die door de kopgroep wordt bijgebeend. Nou, dan gaan we naar een
leidersgroepje van zeven wanneer dit trio aansluit. Komt tenzij er hier nu een versnelling komt. Ja, komt er een herkansing voor Klaas van Tornhout, die dat toch wel helemaal mee was in het begin van de wedstrijd. Albert volgt Nijs als een schaduw nu. Ja, de andere manier voor koersen. Voor Albert nu. Maar Albert die nu toch even wacht met de inspanning die geen inspanning levert, zoals daarnet in de vorige ronde. Ja, wat is er nu gebeurd? Lijkt sneller te gaan. Nijs zal openbloeien. Dus in de interviews hoorden we, als ik er half koers nog bij ben, en daar is hij nu, dan heb ik kans om te winnen. Dat belooft. En Christophe bij bondscoach Rudy de Wieg. Ja, maar eerst beschrijven hoe ze hier aan ons voorbij komen, aan de materiaalpost. Eerst Nijs, Albert in het wiel, Stibar en dan de kleine Moeret in dat wiel. Er wordt niet echt hard doorgetrokken, maar nauwelijks 2 seconden. Hier zijn Arnouts en Klaas van Tornhout. En dan Pauwels heeft het moeilijk. Moet een gaatje laten van 1 meter of 4, 5 op Klaas van Tornhout en Arnouts. En dan het gat, het gapende gat. Bondscoach Rudy de Wieg, analyseer jij deze cursus na een half uur? Dit is mooi. Dit is topsport. Ik denk dat iedereen verwacht dat Niels de wedstrijd zal dragen en terug proberen zal open te breken. Maar Sven Nijs loopt voorlopig niet in die veld. Rijdt gewoon zijn eigen wedstrijd, doet zijn eigen ding. En we zullen wel zien in de finale hoe ver het komt in de finale. Kort door de bocht is hij niet goed genoeg, Albert. Anders zou je wel zijn weggereden van de rest. Of is dat te makkelijk? Van iedere wedstrijd zomaar wegrijden, gelijk we in het verleden gezien hebben, is niet zo evident. Nee, maar hij deed het toch wel altijd? Hij deed het wel, maar hij is nog jong en dat was te verwachten dat dat op termijn die paar percentjes dat hij misschien zou moeten inboeten en dan dat net dat verschil niet kunnen maken. Dankjewel, Rudy de Wieg. En daarachter zijn het gewoon alleen maar leidende gezichten tot en met. Het klassieke beeld op de Koppenberg, zeg maar. De drie die door de oorlog voorin dan toch nog de aansluiting niet kunnen bewerkstelligen. Pauwels nu in vijfde positie. Moeret hangt daar eerder tussen zijn kader dan dat hij in de kopgroep goed en wel zit. Want kijk, bij de minste versnelling moet hij eraf, de Fransman. Maar het is al knap dat hij daar zit, überhaupt. Nu weer een moment van relatieve windstilte, kijk. Handen losjes op het stuur bij Albert. Inhouden natuurlijk voor de bocht. Concentratie op het gezicht van Sven Nijs. En op deze strook valt het tempo dan wat stil. Ja, Nijs is over zijn kritiekpunt heen natuurlijk. Hè. Dus Albert altijd in het begin van de koers ervandoor. Dus nu een heel andere situatie. Dus en kijken hoe hij daarmee gaat omgaan. In de materiaalzone beneden. En een wissel bij Bart Arnouts, die de pits induikt. In Japan is vandaag nog gekoerst. Daar is de Japan Cup gereden. En die is gewonnen door Chris Anker-Seurensen voor Moreno. Dat is die Spanjaard die volgend jaar voor Omega Pharma Lotto gaat rijden. De Italiaan Santaromita is derde geworden. Na winnaar Chris Anker-Seurensen dus in Utsunomiya, de Japan Cup. Slecht moment, Bart Arnouts, om nu te wisselen. Je had er helemaal bij geweest, dus helemaal in de kopgroep. En nu zit je daar helemaal alleen in de wind. Het was misschien van moeten, hè? Dat kan natuurlijk. Hè. Dat kun je niet altijd helemaal zien. Of hij aan het lek rijden is, of wat er een ander mankementje aan de fiets is. Nog 4 ronden. Dan weten we het. Want we zitten hier met 6 leiders. 1 achtervolger, Bart Arnouts. Arnouts die op 7 seconden volgt. Albert is op kop het veld ingedoken. Rondje 6.23 achter de rug. Dat is net zo traag als de vorige ronde. Dus gemiddeld 25.3. Weer de traagste ronde dus. En je ziet, de renners kennen hun plaats. Hè. Dus maken echt geen aanstalten om eventueel eens een keer op te schuiven. Ze weten allemaal dat het binnen de kortste keren terug bergop gaat. En dan komen ze daar automatisch terug te zitten. Fransoy en de Knecht op iets minder dan een halve minuut. In 8e en 9e stelling. Alsof hij altijd maar smaller en smaller wordt, Fransoy. Veel slanker dan voorheen. En hier wordt nog altijd gewacht. Ondertussen het peloton hier aan de finish met Vervecke en co. Met Sven van Tourenhout na zijn rentree. Op een 55 seconden is dat. Page zit ook in dat groepje. Omvangrijke groep die dus rijdt voor de 10e plaats. Bartje is erbij. En Bartje gaat reclame maken. Hij gaat demareren. Ja.
Hij vliegt naar voren voor Rabobank. Ja, dan komt de reactie van die andere spaarkas, Fidea, op de trui bij Telenet. Fidea. Nou, Albert, andere kant van de weg, gaat hij langs de buitenkant dan iedereen afsnijden en op die manier als eerste het veld induiken. Ja. Het heeft er alle schijn van. Een wereldkampioen de tussenversnelling en op kop het veld in voor Mouret en Stibar. Dit was echt wel positie kiezen, dus wou het niet laten gebeuren. En ze rijden nog zo graag in die gootjes. Hè. Die gootjes zijn dan ietsjes beter gelegd om het water naar beneden te laten lopen. Dus daar zitten ze allemaal graag in te rijden. Ik heb de indruk dat Albert op de volgende strook bergop nog eens alles uit de kast zal halen. Nou ja, altijd kijken. Dus hij zal wel geloerd hebben waar Nijsu nu zit in vierde positie. Een beetje te ver eigenlijk. Dat is iets te ver. Er zit er eentje tussen dat niet kan volgen. En dat is Moer. Als het erom spant tenminste, want tenslotte zit hij nog altijd wel in de kopgroep. Tussenstrook asfalt en dan naar het laatste stukje onverhard naar de top van de Koppenberg die in deze wedstrijd op bijna 60 meter boven zeeniveau ligt. Er moet 55 meter hoogteverschil overwonnen worden van hier aan de streep. De aankomst trouwens ligt op de Berghemweg, vlakbij die flitspaal. Die kent u misschien. Albert. Ja, het is van dat. Ja, maar en Nijs, spanning. Nijs is al voorbij, Mouret. Gaat zich niet laten flitsen. Stibar sterk vandaag. Stibar razendsnel aan de finish ook nog een keer. En gaat ze er niet afkrijgen op dit moment, Niels Albert. Hij had boven zijn stuur weer kunnen in tweeën kloppen. Want kijk, binnenkant gaat de Stibar. Het is niet buiten te doen als het binnen kan. Kunt je best binnenkant pakken, minder meters. Ook van Tornhout is een goede klimmer. En daar gaat Albert er weer voorbij. Spektakel op de flanken. Weer het tussenspurtje van de wereldkampioen. Luid aangemoedigd. En Nijs volgt gezwind in het wiel. Dan hier langs de materiaalpost. Mouret buigt. Maar hangt er nog altijd tussen. Van Tornhout, goede klimmer ook uiteraard. Met z'n vijven. En Christophe bij Hans de Klerk, de ploegleider van Klaas van Tornhout. Absoluut. We gaan eens vragen aan Hans de Klerk hoe hij zijn Poulin Klaas van Tornhout vindt fietsen vandaag. Want voor de start zei hij met een glimlachje, ik wil hier winnen. Ja, dat was ook zijn bedoeling. Goed, ja, nu heeft misschien een mindere ronde gehad. Is het om de ronde proberen Albert volgen. Misschien zijn eigen daar een klein beetje tegenkomen. Nu wat kunnen herzetten. Laat ons hopen dat hij hier nog een ronde kan zich herpakken. En dan misschien nog een deftige laatste twee ronden te rijden, wie weet. Winnen, kan dat? Is dat realistisch? Zou toch een geweldige surprise zijn, hè? Ja, ik denk, zoals het er nu naar uitziet, denk ik inderdaad dat het een ongelooflijke surprise zijn. Maar ik denk op zo'n parcours moet je ervan uitgaan dat je ook kan winnen. Want als je niet aan de start staat met een instelling om te kunnen winnen, ja, dan ben je eigenlijk al voorhand verloren. Dus je moet altijd uitgaan van een goede uitgangspositie om toch nog iets uit de brand te slepen, denk ik. Dat is waar. En we geven nog mee dat collega Sven van Toerenhout de vorige ronde hier voorbij kwam in tiende positie. En dat is gezien de omstandigheden goed voor hem. Ja, dat kan je zeggen. Want van Toerenhout, u hoorde het misschien in het interview vooraf, zit in een mentaal en fysiek dipje. En dat had, zo mogen we concluderen, te maken met overtraind zijn, als we het allemaal goed begrepen hebben. Ja, dat is natuurlijk een ramp, want iedereen wil altijd maar vooruit. Dus minder gaan trainen speelt ook in het hoofd. Dus dan denk je dat je helemaal tekort gaat schieten. Dus, maar dat is niet altijd het geval. Kijk naar Nijs, dus die was ook heel slecht in het begin van het seizoen. De trainingen eigenlijk teruggeschroefd. En wat komt er boven? Ja, een Nijs, om u tegen te zeggen. Terug een sterke Nijs. Ja, hij kan hier nog altijd zichzelf opvolgen. Dat zou de zesde keer op rij zijn. Maar zover is het natuurlijk nog niet. Nijs, Albert, Stibar, Mouret van Tornhout. Dat is de top 5. Een mooie top 5. Een top 5 die nog altijd wiel in wiel rijdt. En we zijn tenslotte al in de zevende van 10 rondes. Nog 3 ronden wanneer ze zo meteen aan de streep voorbij komen. Wie had dat gedacht? In deze ronde nog 5 man wiel in wiel. Niemand, denk ik. Ja, we zijn zo gewend geraakt aan de manier van koersen en die overwinningen van Albert. Ja, dat dat bijna logisch was. Dus de citadel in het geheugen, dus daar waar hij ook iedereen leerde fietsen. Dat zou hij vandaag dan ook wel doen. Dus maar de omstandigheden zijn anders geweest. Dus de eerste ronde tot stilstand gekomen. Dus helemaal achteraan gestart. Moeten koersen om terug te komen. Een volle ronde. Dan nog eens een keer in de aanval. Dus hij heeft vandaag al iets meegemaakt. En we gaan naar een ruimere kopgroep. Want het valt weer wat stil in de kopgroep. En Arnouts en Paul sluiten opnieuw aan. Dus hebben we opnieuw 7 leiders.
Na 7 ronden in de Koppenberg Cross, tweede manche van de gezet van Antwerpen Trofee veldrijden. 7 leiders, 3 ronden nog. Bijna 3 kwartier gekoerst. Mooi scenario van deze wedstrijd. En Nijs die daar nog binnenkant bocht nam en op die manier in het wiel zit van Niels Albert. Rondje 6.20 achter de rug, dat is de op, ja, er zijn 2 rondes trager geweest. Hè. De op 2 na traagste ronde. Maar ook een afwachtingsronde eigenlijk, zouden we zeggen in het boksen. Ja. Verkenningsronde. Zelfs Franzoy komt nog sterk opzetten nu. 8e positie op minder dan een halve minuut met de Nederlander. Even te noren, dames en heren. En dan wordt er links en rechts wel eens gefluisterd van oei, 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 dit wordt geen heel spannend seizoen. Arnouts sluit aan en gaat demareren op het asfalt. Bart Arnouts met zijn tweede aanval in deze Koppenbergcross. Bij het ingaan van de laatste ronde toont hij zijn trui, toont hij zijn fiets, toont hij zijn goede benen. De man met nummer 12 uit Essen. Bart Arnouts op kop de slotronde in. Reactie komt er van Sven Nys met Stibar 4e positie. Dan zien we Albert in 5e stelling. En Christophe. Nee, er zit niet genoeg snee achter die demarrage van Arnouts. Nu aan ons voorbij. Nijs die rijdt het gat gewoon dicht met de handen bovenaan het stuur. En dan een bocht naar links. En het hele andere ristmannetjes die zitten in het wiel. Nu weer komt Nijs netjes op dat wiel van Arnouts. En gaan ze beginnen aan die laatste keer van de Koppenberg. Franzoy, 8e, de Knecht 9e. Pauwels zag u in 7e rijden als laatste van de kopgroep. Pauwels die 4e werd in Pilsen, dan nog altijd in 7e stelling. Zijn seizoen begon met tegenslagen, gevallen in namen in de openingsmanche van de GVA. Lek gereden in Ruddervoorde. Maar nu zit hij tussen de grote jongens en is snel. Cruciaal moment nu. Hè? Dus het punt in de oog houden, daar waar Albert moest blijven staan in de eerste ronde. Heel belangrijk om nu mee te zijn. Dus je moet bij de 3 eerste zitten. En hij gaat weer opschuiven. Albert met een getelefoneerde demarrage, zo lijkt het. Want iedereen gaat dansen, gaat springen op de pedalen. En kijk naar Nijs. Nijs met een côte-à-côte. Maar het is Nijs die op dit moment de kop heeft te pakken. Nijs die de beste indruk lijkt te geven. En Mouret die aan de buitenkant probeert om dan als eerste het veld in te duiken. En dat lukt ook. Amai. Mouret. Hij is mee. En hij is ook gevaarlijk. Ja, zeer, zeer snel in de spurt. Maar wie had daar rekening mee gehouden dat die hier nog op kop zou zitten in de allerlaatste ronde? Hij heeft dit seizoen gewonnen in Saint-Quentin. Dat is een manche in de Challenge France. Een soort Frans regelmatigheidscriterium. Francis Mouret op kop nu in de slotronde. De 29-jarige man uit Besançon. Ooit de schrik van de Belgen genoemd. Want dat is voorlopig nog niet gelukt om de wereldtitel ook eens voor de neus van de Belgen weg te snoepen. Maar hij rijdt nu wel weer tussen de wereldtop. Hier komt het vervolg natuurlijk van die passage die daar zo belangrijk was. Dit is het volgende stuk dat heel, heel belangrijk gaat zijn. Albert gaat. Arnouts eraf. Gaat hij daar nog tussen kunnen? Ja. 6 man. 6 leiders. Naar het volgende en laatste stukje bergop in de Koppenberg. Jawel hoor. En Van Tornhout nu aan de leiding. Met zijn klimmersbenen. De wereldkampioen in 2e stelling. Nijs die er voorbij gaat. Voorbij Albert. En voorbij Van Tornhout ook. Aanval Sven Nijs. Versnelling van de Belgische kampioen. Het publiek helemaal uit de bol nu. Het dak gaat eraf. En Stibar die een kleine lengte laat. Ja, het is, gaat tussen Nijs en Stibar. Nijs en Van Tornhout. Hier het Stibar-stuk. Lukt het deze keer ook? Want Stibar moet wat ruimte laten en Albert blijft daar ook zitten. Pauwels er nog altijd bij. Er komt ook nog een heel gevaarlijke technische afdaling. Maar hier gaat vooral Nijs. Ontketend. Nijs op zoek naar zijn 6e overwinning op rij. Dit is de top van de Koppenberg. Hij kijkt achterom en heeft een kloofje. Van Tornhout is er afgemoeten. Daar gaat niemand bekwaam zijn om de Nijs nog terug te halen. 4 seconden zijn dat. Hij moet natuurlijk nog recht blijven in de afdaling. Albert in 3e stelling. Stibar 4e. Pauwels 5e. De kat heeft gesprongen. Hij kan het nog. En hoe ver reikt die sprong? Hij is al de keizer van de Koppenberg. En hij blijft. Dat is een mooie voorsprong. Voor Sven Nys komt het nu op aan om geen fouten te maken in die afdaling. Dit bochtje waar een slippertje snel gebeurd is, maar hij komt daar oh zo zuiver door. Dat was de moeilijkste. En de achterstand is 6 seconden. 7 seconden.
hangt er een beetje vanaf waar je klopt. En Albert daar met veel moeite door die bocht. Ja, te diep. Dus Nijs heeft daar seconden gewonnen. En nu freewheelend naar beneden. De zege kan hem nog moeilijk ontglippen. Overeind blijven is de boodschap voor de Belgische kampioen. Die open doekjes krijgt à volonté. Die op weg is naar een van de mooiste zeges uit zijn loopbaan. Duur bevochten. Hier komt de wereldkampioen. De wereldkampioen die de handschoen opneemt. Wat een wedstrijd. Ze start volledig gemist. Neemt daar alle risico's in de bochten. Maar Nijs is gaan vliegen. Van Tornhout is op koers voor de derde podiumstek. Dit is het overzicht. Daar rijdt de Belgische kampioen. Hij draait de bocht. En de wereldkampioen ligt 30 meter achter. Hier komt hij. Nijs kijkt achterom. Wat een ontknoping. Wat een laatste ronde. Wat een laatste klimmetje. Maar het is nog niet gedaan, hoor. Albert kijkt achterom. Dit beeld bedriegt natuurlijk. De lens speelt mee nu natuurlijk. Dus Nijs is toch wel een heel mooie voorsprong bij elkaar gesprokkeld. We spreken maar over secondjes, maar die zijn zo belangrijk. Hij rijdt daar maar naartoe, naar een Nijs die ontketend is. Hij is vertrokken. Hij komt uit Baal en de andere komt uit Tremelo. Dat ligt vlak bij elkaar. En in deze wedstrijd liggen ze ook nog altijd vlak bij elkaar. Want wat is dat nu? 30 meter, dat is niks. Laatste keer materiaalzone. Maar het lijkt over en out. Zonder pech gaat Sven Nijs voor de zesde keer op rij de Koppenbergcross winnen. Voor de zevende keer in zijn carrière. Hij kijkt nog altijd achterom. 30 meter, maar het zijn er 29 te veel. Hij mag niet lek rijden. Hij mag niet vallen. Hij moet op het asfalt blijven. Albert komt nog verschrikkelijk opzetten, hoor. Hoho, in die slotfase. Maar dit is een lange laatste rechte lijn. En het lijkt binnen. Nijs kijkt achterom. Nijs mag beginnen lachen. Albert gaat nog spurten. Albert probeert nog, maar weet dat hij te laat gaat komen. De overwinning is voor Sven Nijs. Derde overwinning van het seizoen. Jawel, hoor. De Belgische kampioen wint voor de zevende keer. De zeven vingers. À la Merckx in Milan-San Remo. Tweede Albert. Derde van Tornhout, of is het toch nog Pauwels? Daarvoor moeten we wachten. Pauwels wellicht nog net derde geworden voor van Tornhout. Vijfde plaats hier voor Zdeněk Štybar, die gevochten heeft. En moet hij dan die zesde wordt? Wat een finale. De Koppenbergcross doet het haar op iedereens armen recht komen, op het mijn toch? Ja, ongelooflijk. Knap van Nijs, dus wat hij hier nog laat zien in die laatste ronde. Tactisch veruit de beste. Dus als je dat allemaal durft aangaan van iemand te laten wegrijden dus en dan het spel bekijken. Ja, dat kan niemand beter. Kijk naar de vreugdeuitbarsting bij Nijs en de zeven vingers. Zevenmaal de beste op de Koppenberg. Wie doet het hem na? Arnouds gaat zevende worden. In het GVA-klassement trouwens komen ze op gelijke hoogte. Het waren ze drie punten nog na die tussenspurt. En nu gaan ze evenveel punten hebben. Fransoy is binnen. De knecht. Negende wellicht. Dan tiende plaats nog voor Vervecke. Gilles, zijn Poolse ploegmakker, wordt elfde. Dieter van Toerenhout bolt als twaalfde over de streep. Sven van Toerenhout, getekend door de inspanning. Het Zweed draait eraf dertiende. Dan Bianco wordt veertiende. Hier links buiten beeld nu. Daar komt Van IJzendoorn. Die gaat vijftiende worden. Eddie Van IJzendoorn. Het is Tom van den Bos. Tom van den Bos, vijftiende. Simonek 16e, Verstraten 17e, Page wordt 18e. En hier nog eens het moment waarop Nijs er van ondermuisde. Jij mag commentaar geven, Paul. Ja, hier moet je eigenlijk weinig bij vertellen. Dus Štybar die al onmiddellijk op die strook Albert voorbij redt. Dat was al belangrijk voor Nijs natuurlijk. Hè. Dus Nijs gaat er hier vandoor. Dus krijgt daar Klaas van Tornhout mee. Dus maar hier gaat het dan gebeuren. Hè. Hij loert wie dat er in zijn wiel zit. En het is Klaas. En dat is voor hem het zijn of het signaal om het volle pond te geven. En wat er nu gebeurt, ja, net buiten beeld, is Nijs helemaal ontketend. Dus we weten nu dat hij nog altijd die razendsnelle ronde in zijn benen heeft. En dat is een beangstigend gevoel voor iedere renner nu, vanaf nu, dat Nijs nog altijd levensgevaarlijk is voor de rest van het crossseizoen. En het belooft dus een heel spannende bedoeling te worden. Dus Albert is klopbaar, zeker op dit soort parcours. Dus hij heeft vandaag wel gewoekerd met zijn krachten. Maar dat is niet ten onrechte. Dus Nijs is eigenlijk, heeft recht van spreken. Hij heeft het gekregen. De top 10. De Koppenberg 2009. Koppenberg bij Melden is dat. Niet Koppenberg in de VS. Nijs wint voor Albert. Van Tornhout derde. Pauwels vierde. Vier Belgen. Dan toch nog net naast het podium gevallen. Kevin Pauwels. Štybar vijfde. Mouret zesde. Arnouds zevende.
Fransoy 8e, De Knecht 9e, Vervecke 10e, Gilles werd dus 11e, Dieter van Toerenhout 12e, Sven van Toerenhout 13e, Bianco 14e, Van den Bos vinden we op 15, Simonek is 16e geworden, Verstraten 17e, Page wordt 18e, Peters is 19e en Walslebe bij zijn rentree op topniveau wordt 20e. Walslebe, de wereldkampioen bij de belofte van Hogerheide vorig seizoen is dat. En u ziet hier de nieuwe stand met een tweeën dus op kop. Beide 50 punten, Nijs en Albert. Van Tornhout is ondertussen al een verre derde met 39 punten. Stibar op 4, Pauwels op 5 en dan verder nog in de top 10. Arnouds, De Knecht, Vervecke, Fransoy en Simonek, de Tsjech. Absoluut, en het is bijzonder lang geleden dat we die mannen hier vandaag nog zo kapot hebben gezien naar de streep. Sven Nijs, gefeliciteerd en eerst en vooral, leg die laatste ronde eens uit. Wat deed je allemaal? Het begint eigenlijk met een demarrage van Bart Arnouds. Dat kwam op het gepaste moment om het tempo in de groep te houden. Hoe meer de renners uitgerust zijn, hoe moeilijker het is om in de beklimming ervan weg te rijden. En de tempoversnelling van Bart was ideaal. Ik heb mij direct in tweede positie gezet. En dan was het een kwestie van goed positioneren richting de moeilijkste strook van de Koppenberg. Na de kleine afdaling terug omhoog. En Moret ging daar op kop zitten, denk ik. En ze kwamen er met een paar man over en toen panikeerde ik even. En ben ik vanuit derde positie. En dan zie je maar dat het volgens mij sneller gaat dan ooit. Want ik heb de volledige klim op mijn groot blad naar boven gespeurd. En in eerste instantie kreeg ze er niet af. Maar na de stijlste bocht nog een tandje bijgestoken. En echt tot het zwart ziet voor die ogen. Hè. En dan is het kwestie van met je ogen dicht naar beneden. De massa die je aanmoedigt en zorgen dat je met een paar meter voorsprong aan de laatste weide kunt beginnen. En, ja, dat geeft echt een kick. Wie vreesde je het meeste in dat grote groepje? Ik durf het niet meer zeggen. Ik had al zelf een slechte ronde gehad. Ik denk dat Niels er ook een paar gehad heeft. De enige die eigenlijk nooit weinig krachten verspeeld heeft, was Stibar. En die moet je wel kwijtspelen, want die zit met een heel snelle eindsprint. Maar al weet ik niet hoeveel hij nog geëindigd is, maar hij kan heel diep gaan om te volgen. En dat was volgens mij de kwaadste klant, dacht ik. Uiteindelijk was Klaas heel sterk en ook Niels kwam er terug door op het einde. Dus ik denk dat we elkaar gewoon waard waren. En ook chapeau wat Bart Arnouds en Moret hier doen. Het was een kwestie van demareren, stilvallen en goed recupereren op de stukken waar het kon. Ja, en dan degene met de grootste bom in huis, die wint aan de koers. En ik denk dat ik wel verdiend gewonnen heb vandaag. Hij had wat pech in de start, Niels Albert. Verbaasde het jou dat hij niet zoals in vele andere crossen jullie op een afstand achterstand hebben gereden? Ik was ook niet echt schitterend weg, maar het duurde wel langer dan Niels kwam. En op dit parcours hoef je dan niet echt te panikeren. Ik heb hier al meermaals slecht weg geweest. En als je goede benen hebt en je bent niet te nerveus in het begin, dan kan je redelijk goed opschuiven. En dan zie je ook dat de rest nog vrij makkelijk kan terugkomen, doordat het altijd maar terug stilvalt en demareren en stilvallen. Maar dat maakt het een hele, hele zware koers. Je moet echt over de limiet kunnen en terug herstellen. En, ik had vandaag gewoon een hele goede dag op het juiste moment. Het is een cross waar ik heel de zomer naartoe leef, waar ik echt de hele week nerveus van ben geweest. Met klamme handjes aan begon, omdat ik toch wist dat Niels de sterkste was van het moment. Ja, en als je dan kunt winnen en tweede is Niels Albert, dan ben ik heel, heel tevreden. Dat is absoluut waar. Gefeliciteerd Sven Nijs. We gaan meteen door naar de wereldkampioen Niels Albert. Op twee ronden van het einde keek je naar je fiets naar beneden. Wat was er aan de hand? Ik kreeg in één keer een heel slecht moment. En het was precies dat ik met een platte band aan het rijden was. Maar het was niet zo. En ik zakte er volledig door op twee ronden van het einde. Slechte dag of geïmponeerd door de tegenstand? Wat was er aan de hand? Nee, ik heb het vorige koers al gezegd. Ik gebruik het zeker niet als excuus, maar ik heb woensdag en donderdag echt met koppijn en keelpijn en ziek en alles wat je maar kunt denken, ziek in bed gelegen. En ik wou hier vandaag winnen. Ik heb alles op alles gezet. Ik heb niet de gewenste week gehad. Maar ja, het zei zo, Sven was vandaag echt beter sterk en ik moet me daarbij neerleggen. Halfweg koers, één gevalletje, komt boven op de Koppenberg aan de materiaalpost. Zit op kop, zet je even in derde positie en lijkt een wegwerpgebaar te maken richting Nijs. Hebben we dat goed gezien of was het iets anders? Nee, ik deed teken aan de materiaalpost en ook volledig erdoor. Dus het was volledig op die moment. En je zult ook zien, als je dan de beelden goed bekijkt, kom ik geen ene keer meer op kop. Probeer ik altijd maar van aan te klampen, altijd weer de derde man te rijden.
af en toe eens op kop te zitten wanneer dat misschien net nodig is. Maar ik kom vandaag niet beter, ik geef het eerlijk toe. Oké, dat is heel eerlijk knap dat een sporter dat ook kan zeggen. Dan gaan we als derde man naar Klaas van Tornhout. Klaas van Tornhout die voor de start zei ik wil hier vandaag winnen, staat op het podium. En een van de mooiste uitslagen dit seizoen. Ja, klopt. Ik had het even moeilijk, halverwege koers moest ik echt passen bij een versnelling van Niels. Ik weet dat ik goed bezig ben, maar ik kwam altijd net dat tikkeltje tekort. Maar ik kwam iedere keer terug. Het viel een paar keer stil vooraan en naarmate de wedstrijd vorderde, voelde ik dat de anderen minder en minder begonnen te worden. En dat gaf me moraal. Ik bleef mijn benen houden van in het begin van de wedstrijd. En dan de laatste ronde was gewoon beslissend. Ik zat in het juiste wiel, ik zat in het wiel van Sven Nys. Die trok even buitenplaat omhoog. Dus ik heb zo lang mogelijk proberen te volgen. Ik kon volgen tot over het stijlste stuk. Maar dan de uitloper was er te veel aan. Je mag mee op het podium zo dadelijk. Proficiat ook Klaas van Tornhout. Dank u.